Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen, zusters en broeders, jongens en meisjes. U allen daar in de huiskamer, goedemorgen. Hoe gaat het met u? Wat een genade om wederom in uw huiskamer te zijn, om u te bemoedigen in deze periode waar we niet bijeen kunnen komen in onze eigen kerkgebouw. Wat een genade. We zijn de Heer dankbaar dat Hij ons zo gezegend heeft op zo'n manier. Ik ben zuster Vivian Katonijoyo, Kasamijoyo, hulppredikante van de Evangelische Broedergemeente Immanuel Sint Maarten. Zusters en broeders, ik hou u voor de dagwoorden van vandaag, zondag 19 april 2020. Deze week wordt ook wel genoemd, deze zondag wordt ook wel genoemd Quasimodo Geniti als thema 1 Petrus 2 vers 2 als pasgeboren kinderen. De weektekst voor deze week is gehaald uit 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Het dagwoord gehaald uit Deuteronomium 32 vers 10. Hij beschutte zijn volk als zijn oogappel. Nogmaals, het dagwoord. Hij beschutte zijn volk als zijn oogappel. Deuteronomium 32 vers 10. Het leerwoord gehaald uit Lucas 12, vers 32. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Nogmaals, wees niet bevreesd, gij klein kuddeke, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Lucas 12, vers 32. En het lied dat hierbij hoort, wijze 94 vers 1. Zo waar God God is, is het gewis dat al wat macht des bozen is, ons nooit zal kunnen krenken. Het zal worden al tot hoon en spot. God is met ons en wij met God. Hij zal de zegen ons schenken. Mag ik u vragen met ons in gebed te gaan? Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u Heer voor deze nieuwe dag. Dank u wel Heer voor deze nieuwe morgen. Dank u wel voor de zon die opgekomen is Heer. Dank u wel dat wij vanmorgen weer genade van u hebben ontvangen. Om deze dag Heer u op te dragen, aan u op te dragen. Om u alle lof en eer te geven, Heer, die u toekomt. Ja, Heer, u die ons zoveel geeft, die ons zoveel zegeningen geeft. Dank u wel, trouwe Vader. Dank u wel voor uw Zoon Jezus Christus. Dat wij door Hem redding en verlossing mogen ontvangen. Dank u wel, Heer, dat we op dit moment zo met elkaar bezig kunnen zijn, o Vader. Dat wij op zo'n manier elkaar kunnen bemoedigen. Vader in de hemel, wees met ons allen. Kom in ons midden. Kom in ons hart, o Heer. Opdat wij u mogen voelen, u mogen zien, u mogen horen. Vader, wij danken u, Heer, dat u ons niet in de steek laat. Maar dat u met ons bent. Hier, vandaag. En dat uw Heilige Geest ons sterkt. In Jezus' naam. Amen. Zusters en broeders, mag ik u ook nu voorhouden onze schriftlezing
de schriftlezing gehaald uit Lucas. Sorry. De schriftlezing is gehaald uit Jesaja, hoofdstuk 40, vers 26 tot en met 31. Jesaja, hoofdstuk 40, vers 26 tot en met 31. En ik houd u die voor. Hef die ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat hij geweldig van kracht is. Er blijft niet één achter. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelf jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, put een nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden, zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Tot zover de schriftlezing uit Jesaja hoofdstuk 40, vers 26 tot en met 31. Zalig zij die het woord van God horen, het bewaren in hun hart en er aan toe leven. Amen. Zusters en broeders, u heeft daarnet mogen luisteren naar de preektekst voor vandaag. Hoe voelt u zich vandaag? Gaat het? Vandaag is de vijfde zondag waar we niet bij elkaar kunnen komen om samen de Heer te danken, de Heer te loven en te prijzen. Ja? Het zijn al 5 zondagen. Maar we danken de Heer, zusters en broeders. We danken de Heer dat Hij onze grote voorziener is. En dat we toch op zo'n manier het woord van God bij u thuis kunnen brengen. Om u zo, om elkaar zo te kunnen bemoedigen. Om geankerd te blijven in God. Om vast te houden aan Hem die onze redder en verlosser is. Om vast te houden aan Hem die ons hoop geeft. Hoop voor een betere toekomst. Vorige week hebben we samen mogen vieren de opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Zusters en broeders, wat een vreugde, wat een hoop. Om die woorden van de engel te horen, toen hij tot die vrouwen sprak bij het graf van Jezus. De engel die zei tegen de vrouwen, wees niet bang, want ik weet dat u Jezus zoekt, de gekruisigde. En hier komt de boodschap, die hoop die de woorden van de engel aan ons geeft. En waar we ons vandaag aan moeten vasthouden. Hij is hier niet. Want hij is opgewekt. Gelijk hij gezegd heeft. O, wat een vreugde, zusters en broeders. Omdat Jezus leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Jezus leeft, heb ik hoop. De dood heeft hij overwonnen. Dank u, Heer Jezus. Dank u voor die zekerheid en die hoop die u vandaag van ons geeft.
Jezus heeft het een paar dagen voor zijn sterven beloofd. Johannes 14, hoofdstuk 14, vers 19, heeft Jezus gezegd: na een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Als we vandaag verdrietig zitten, als we vandaag opgesloten zitten in ons huis, als we vandaag eenzaam zijn, zusters en broeders, wees gesterkt. Wees bemoedigd. We hebben hoop dat alles goed komt. Door de dood en de opstanding van Jezus Christus kunnen we vandaag claimen. Wij staan daarom ook op de belofte van onze Heer en Heiland, van onze Heer en God. En moedig gaan we voorwaarts en strijden we door. Want overwinning en nieuw leven heeft Hij ons beloofd. En op zijn belofte zullen wij vandaag staan. Nieuwe hoop, omdat Hij leeft, leven wij. Zusters en broeders, Jezus, onze Koning, heeft alle macht en kracht. Amen. Als we daaraan zouden twijfelen, dan wil God ons vandaag weer hieraan herinneren hoe machtig en groot Hij is. Jesaja 40, vers 26 zegt: Heft uw ogen naar omhoog. En als u dat zou doen, wat ziet u? De hemel, de sterren. Op dit moment, als u naar buiten zou kijken, ziet u de grote ster, de zon. En in de avond, dan zien we al die sterren daar, hoog in de hemel. Wie heeft dit alles geschapen? Hij, God heeft alles geschapen. Hij kent ze allemaal. Hij kent al die sterren daarboven. Als ik u zou vragen om ze te tellen, dan weet ik zeker dat u de tel kwijt zou hebben na 3 of 4 keer geteld te hebben. Zusters en broeders, God heeft al die sterren. God kent al die sterren. Hij weet precies hoeveel sterren er daar schitteren. Hij kent ze allemaal bij hun naam. Hij heeft ze allen een naam gegeven. En geen één heeft Hij achtergelaten. God heeft u en ik geschapen. Hij kent ons. Voor onze geboorte kende Hij ons al. Nog voordat we in de moederschoot terechtkwamen, heeft Hij zich al aan ons verbonden. Hij wil niet dat we verloren gaan. Hij houdt van ons. Hij heeft ons zo lief. Waarom zult gij dan nog twijfelen? Waarom zult gij nog vragen stellen? Waarom, o God? Waarom dit virus? Waarom dit en waarom dat? Zusters en broeders, God wil niet dat we twijfelen aan Hem en aan zijn werken. Vers 28, daar staat geschreven: weet gij niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moeder, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Wat een God is Hij. Amen. Ja, zusters en broeders, wat een God is Hij. Wij aanbidden een God die groter is dan onze grote uitdaging. Een God die groter is dan welk probleem dan ook. Een God die groter is dan welke pijn en zorg dan ook in ons leven. Ja, we zijn mens. We zijn zwak. We maken ons zorgen. We staan machteloos te kijken naar wat dit virus met de wereld doet. Hoe een ieder strijdt om dit virus te vernietigen. Machteloos staan wij. Gisteren
werd ik zo emotioneel toen ik in de auto zat en keek naar de mensen die in de rij stonden bij de winkel. Nou, als ik praat over gisteren, was dat dus donderdag. Afgelopen donderdag, toen de winkels open gingen om ons de kans te geven om een en ander te kopen. Oh, wat een beeld. Zo verdrietig. Hoe men daar stond, angstig. Je zag al die angst en wanhoop. Je voelde dat iets niet klopte, zusters en broeders. Maar ook vandaag worden we gesterkt en klinkt de boodschap. Richt u op. Zoek het aangezicht van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal de moeder kracht geven en de machtelozen zal Hij sterk maken. Is dat niet geweldig nieuws, zusters en broeders? Luister wat vers 31 zegt. Wie de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Wat een grote voorziener hebben we. Wat een grote helper in nood hebben we. Wat een almachtige God, zusters en broeders. Laten we daarom ook geankerd blijven in deze God. Want geen enkele situatie, geen enkel probleem, pijn, verdriet, geen enkel virus is groter dan onze God. God zal ons ook hieruit halen, uit dit dal. Wij zullen lopen, rennen en vliegen als een arend. Zusters en broeders, we weten wat ons te doen staat. Heft uw hoofd op naar Hem, van waar onze hulp en hoop is. Van waar onze hulp en hoop komt. Romeinen 8 vers 28 zegt, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Amen. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader, halleluja. Halleluja, groot en almachtig bent u. Heer, wij danken u, Heer, voor uw woord. Wij danken u, Heer, voor die hoop. Wij danken u, Vader, voor die hoop die u ons geeft, ook vandaag weer, om niet te twijfelen, om niet te wankelen, maar ons te richten, o Heer, op u alleen. U die overwinnaar bent, u naam boven alle naam. Dank u wel, trouwe God. Dank u wel, Heer Jezus, dat in u ongeëvenaarde kracht zit. Als wij u aanroepen, weten wij dat wij overwinnaars zijn. Dank u wel, Koning Jezus, dat wij vandaag mogen claimen wat u van ons vraagt, Heer. Mogen claimen en mogen staan op die belofte die u ons geeft. Koning Jezus, dank u wel dat u ons niet in de steek hebt gelaten, maar dat u het heeft volhard, dat u het heeft volbracht daar op het kruis op Golgotha. Heer, dank u wel dat u ons allen sterkt. Dat u een ieder op dit moment, o Vader, zegent en vult met uw Heilige Geest. Vader, ieder die zit hier met problemen, met angst, met vrees, met verdriet, met pijn, o Heer, die sterkt u vandaag, Heer, met uw woord. En we danken u, trouwe God, dat wij gesterkt mogen gaan in uw naam. In de naam boven alle namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Zusters en broeders. Voordat wij deze eredienst willen besluiten, willen wij alle jarigen van deze week en natuurlijk ook van de vorige week van harte feliciteren en hen Gods rijkste zegen toewensen. En ook zij die ziek zijn, de bedroefden, wensen wij Gods kracht en nabijheid toe. Weet
dat onze lieve Heer u nooit begeeft en nimmer verlaat. Laten wij deze week met goede moed tegemoet gaan. God lovende en prijzende voor alles wat hij heeft beloofd voor ons te zullen doen. Het gaat u goed. Wees lief voor elkaar. Helpt elkaar waar nodig is, zusters en broeders. Ik wens u allen een fijne zondag. Wij zullen nu sluiten met de genadebede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Met ons allen. Amen. Een gezegende zondag.